reisde in een vergelegen land. Ver bij God vandaan. Zijn nou je ogen open gegaan? Voor die grote, als God het niet verroet, eeuwige scheiding. Die jongen had er helemaal geen last van, hè? Hij vond het prima. Hoe verder, hoe beter. Hij leefde onbekommerd door. En zo kunnen wij het ook doen. Kerkelijk en al, onbekommerd, zomaar doorleven. 15 jaar lang, is dat kort of lang? 15 jaar zonder God leven. Is dat kort of lang? 15 jaar. Dertig jaar. Is dat kort of lang? Als je al 30 jaren lang langs God heen leeft. 60 jaar. En vul maar in. Kerkelijk en al, maar eigenlijk los van God en ver bij God vandaan. Gemeente, maak je wel eens bezorgd over jezelf. Deze jongen maakte zich helemaal geen zorgen, hij vond het best. Ben je wel eens bezorgd geworden over jezelf? Ik ben zo ver bij God vandaan. Of houdt dat je niet wakker? Dat moet toch een keer gaan gebeuren. Dat moest bij deze jongen ook gebeuren. Wat bij deze jongen gebeurt, dat moet bij ons allemaal gebeuren. Dat dit een keer tot ons door gaat dringen. Die verloren zoon, het ging een hele tijd goed. Maar toen, vers 14. Als hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. Ja, dus op het eerste gezicht kun je denken dat het zonder God prima gaat. Dat deze jongen ook, hij liet zijn geld rollen. Het ging prima zonder God. Hij had nog nooit zo'n leuk leven gehad. En we zien het ook in de wereld om ons heen. In Nederland 2024. Het gaat in ons land toch uitstekend zonder God. We gaan 3 keer op vakantie. We hebben geld en we kunnen doen wat we leuk vinden. We hebben volle koelkasten. Het gaat uitstekend zonder God. We hebben nog nooit zoveel welvaart gehad sinds we zo nadrukkelijk hebben gebroken met God. Dus het lijkt uitstekend te lukken zonder God. Maar vergis je niet. Het geglunder van deze wereld is maar schijn en bedrog. Misschien herinnert u zich, een paar weken geleden stond er bij het waaiengat een hele nare opblaaspop. Een figuur ineengedoken met zijn capuchon over zijn hoofd. Ik heb er ook bij staan kijken. En er stond een klein bordje bij. Zelfmoord, doodsoorzaak nummer 1 in Nederland voor mensen onder de 30. Doodsoorzaak nummer 1. Zo gelukkig zijn we in Nederland. Ik zei net, het geglunder is maar schijn. Een kwart van de mensen, ik heb even wat zitten kijken thuis op de computer. Een kwart van de mensen tussen de 18 en de 75 heeft te maken met depressiviteit. Zo gelukkig zijn we in Nederland. 3 van de 5 mensen ziet op en is bezorgd over de toekomst. Zo gelukkig zijn we in Nederland. Het is maar schijn. Laat je niet beetnemen dat het zonder God prima gaat. Het wordt weerlegd aan alle kanten. Nederland is in nood. Je kunt lachen wat je wilt. Maar de nood lag je niet weg. De cijfers weerleggen het. En dat kan ook niet anders als je God loslaat. Jesaja 48. De goddelozen, zegt de Heere, hebben geen vrede. Je kunt uit de kast halen wat je wil.
maar geen vrede. Zul je het goed in je oren knopen, jongeren en ouderen. Ik sta hier niet somber te noemen, het zijn gewoon de feiten die ik noem. Laat je niet beetnemen. Dat je er te laat achter komt dat je je hebt laten bedriegen door de wereld om je heen.